In deze presentatie leer ik je hoe je een goed boekverslag maakt. Haal een goed boek. Ga daarvoor naar de bieb in het dorp of naar de bieb op school. Of misschien heb je zelf thuis iets, maar kies een boek dat past bij je leeftijd en bij je niveau. Overleg desnoods even bij je docent of de titel van je boek goed is, zodat je kunt gaan lezen. Maak van elk hoofdstuk een kleine samenvatting in een schriftje. Dat willen we omdat je op die manier leert om samenvattingen te maken en we kunnen controleren of je het boek inderdaad goed hebt gelezen. Al deze samenvattingen kun je aan het eind samenvoegen tot de grote samenvatting en die mag je uit gaan typen. Maar van deze maak je het dus allemaal in een schriftje en dat lever je bij je uiteindelijk boekverslag in. Wanneer je gaat lezen is het belangrijk dat je een rustige plek hebt, waar je niet afgeleid wordt door allerlei zaken om je heen en je dus op die manier geconcentreerd met het verhaal bezig kunt zijn. Wanneer je het boek hebt gelezen, ga je informatie zoeken over de schrijver. Dit kun je vinden op internet, soms kun je het ook vinden op de achterkant van een boek. Deze informatie moet je in je boekverslag verwerken en dat doe je allemaal in eigen taal. Ook ga je informatie verzamelen over de hoofdpersonen in het boek. Dat kun je het beste doen aan de hand van je kleine samenvattingjes. Dus het is belangrijk dat je tijdens het maken van de kleine samenvattingen af en toe ook wat schrijft over de hoofdpersonen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Hoe vind je ze? Wat is jouw mening erover? Bij Nederlands heb je een blad gekregen met eigenschappen, karakters van mensen. Dat is een geel blad. Gebruik deze bij het beschrijven van de hoofdpersonen en wanneer het gaat om een mening, leg daarbij ook uit waarom je iemand bijvoorbeeld verlegen vindt of iemand maar een nare persoon vindt. Leg dat uit, geef desnoods voorbeelden erbij. Je voegt dus alle kleine samenvattingen samen en daar maak je één grote samenvatting van. Je kunt ze gewoon overtypen en dat stop je in het kopje, in het hoofdstuk, grote samenvatting. Dan heb je het belangrijkste gedeelte van je verslag al klaar. De informatie over de schrijver schrijf je op in eigen taal. Dat geldt ook voor de informatie van de hoofdpersonen. Allemaal eigen taal. Dus niet knippen en plakken van internet, maar schrijf het in jouw eigen woorden op. Daarna voeg je alles samen. Je maakt een mooie kaft. Je zorgt voor een goede inhoudsopgave. Je schrijft een inleiding, de grote samenvatting, info over de hoofdpersonen, info over de schrijver, eigen mening en je sluit af natuurlijk met een afsluiting. Een inleiding ziet er eigenlijk altijd uit als volgt. Dus dit mag je in dit geval gewoon overtypen, alleen moet je op deze plek de titel van jouw boek inschrijven. En de naam van jouw schrijver invullen. Het gaat dan over, en dan vertel je in 3 zinnen waar het verhaal over gaat. En je zegt daarna, ik wens u veel leesplezier en schrijf dan hier je naam en je klas. Maar in ieder geval je naam. Wanneer je een eigen mening geeft over het boek, dat doe je aan het eind, vertel je wat je van het boek vindt en je legt vooral uit waarom je het vindt. Geef zoveel mogelijk voorbeelden bij je uitleg. En de afsluiting is altijd zo. Dit was mijn boekverslag. Ik hoop dat u het met plezier hebt gelezen. En dan naam, klas en datum. Maak de inhoudsopgave pas op het laatst. Dan pas weet je namelijk hoeveel pagina's er zijn en wat op welke pagina te vinden is. Stop deze inhoudsopgave direct naar de kaft en begin met nummeren vanaf de inleiding. Je moet dus de pagina's gaan nummeren. Vergeet dat niet. Niet nog op het laatst met een pen, maar al van tevoren. Het zou er ongeveer zo uit kunnen zien. Dit is maar een voorbeeld, want ik weet niet hoeveel pagina's jullie hebben. Maar zo zou het kunnen zijn dat het eruit ziet. Alles netjes onder elkaar, met de juiste pagina's en de juiste nummeringen erbij. Wat nog belangrijker is, is natuurlijk dat je het verslag op tijd inlevert. Wanneer je het niet op tijd inlevert, zullen er punten van je verslag afgehaald worden. Heel veel plezier bij het lezen en heel veel plezier bij het maken van je verslag.